Voor de serie Ondernemers in Noord zijn we te gast bij slagerij De Bruin aan de Bergweg. En onze gast hier is Patrick. Ja, Patrick, kun je iets vertellen over de geschiedenis van slagerij De Bruin? Nou, dat kan ik wel. Het is een familiebedrijf geweest. Ik heb het 4 jaar geleden overgenomen. Hij bestaat al vanaf 1887. Van opa op vader op zoon. En 4 jaar geleden heb ik hem dus overgenomen. Dus we bestaan al heel lang. En op dit plekje zitten we gevestigd vanaf 1926. Dat is al een hele poos. Ja, dat is al bijna 100 jaar. Ja. En waarom heb jij gekozen voor het slagersbedrijf? Nou, ik werkte hier al voordat ik het overnam al 13 jaar. En de oude werkgever was tijd voor pensioen. Dus was het kiezen of onder iemand anders te gaan werken of het zelf te gaan doen. En eigenlijk deed ik het dan een beetje, want de oude baas die werkt al niet zo gek veel meer. Dus vandaar dat ik toch maar de gok gewaagd heb. Het is ook een beetje hobby, ik zie het niet als werk. Want jullie doen nog heel veel zelf, hè, hier in het bedrijf. Vertel daar eens wat meer over. Ja, dat klopt. We hebben een eigen worstmakerij. Dus alle vleeswaren, worstsoorten, maaltijden, soepen maken wij allemaal zelf. Dus dat is de spullen die ze kopen, dat het van de beste kwaliteit is en dat ze die eigenlijk alleen maar hier kunnen krijgen. Dus dat is het een beetje. Heb je enig idee waarom dat familiebedrijf ooit hier aan de Bergweg gevestigd is? Ja, toen was het eigenlijk een hele andere wijk als dat het nu is. Echt een arbeiderswijk. Dus er staat er op elke hoek van de straat tot zowat een slagerij. Daar konden ze allemaal goed brood verdienen. Maar sinds de opmars van de supermarkt is het allemaal veel moeilijker geworden voor de kleine zelfstandigen. En dat kunnen wij toch ook wel merken. Maar door je eigen te onderscheiden, dus kwaliteit te leveren, service te bieden en een eigen product, kan je toch overleven. Ja, want soms staat de winkel hier helemaal vol. Dat komt wel eens voor, ja. Gelukkig wel. En vooral in de weekenden. Er komen een hoop mensen van buiten de stad. En die toch uit de wijk weggetrokken zijn, omdat de wijk toch verandert. En proberen ze deze poosje ergens anders en uiteindelijk komen ze toch weer bij ons terecht. En dan komen ze meestal eens in de 14 dagen komen ze toch hun spulletjes halen. Is dat met die concurrentie? Hoe is dat voor jullie bedrijf? Nou, toch merken we er weinig van. We hebben een grote Albert Heijn aan de overkant zitten. En er komt toch wel publiek die ook wel bij ons vlees komt halen eigenlijk. Dus de concurrentie, merken we nu niet zo gek veel van. En kun je je ook onderscheiden met ecologische producten? Zou kunnen, maar doen we eigenlijk niet zo heel veel. Wel bijvoorbeeld het rundvlees. Dus we willen wel graag dat het allemaal diervriendelijk behandeld is. Dat ze een goede leefomgeving hebben gehad, dat ze gewoon goed behandeld worden. En dat rundvlees hebben we bijvoorbeeld wel een eigen mester, die zelf voor ons de koeien mest. Dus wat dat gaat, daar onderscheid je je eigen wel in dan. En hoeveel personeel werkt er eigenlijk in dit bedrijf? We werken met 6 man personeel. Niet allemaal tegelijk, maar een beetje wisselend. Meestal met een man of 4, 5 op de dag werken we wel. En komen die allemaal uit Rotterdam? Wat uit Rotterdam, eentje uit Spijkenisse, maar de meeste zijn nog wel echte Rotterdammers. Een paar uit Krooswijk, we hebben één worstmaker die werkt hier al 35 jaar. Dus de meeste die hier komen, die blijven meestal wel een aardige tijd plakken. Dat lijkt me heel bijzonder, want je werkt hier zelf ook al erg lang. Als je nou nadenkt over de toekomst, bestaat het bedrijf dan over een jaar of 5 of 10 nog? Ik hoop van wel. Maar het wordt toch wel steeds moeilijker. Dus het is moeilijk om onzeker om grote investeringen te doen. Wat in de loop van de jaren wel eigenlijk nodig is. Dus de tijd is wel onzeker, absoluut.